Zwangerschap is een bijzondere periode van transformatie en groei. En zwangerschapsyoga helpt jouw lichaam hierbij zich aan deze nieuwe periode aan te passen. Gaat wel goed, schatje. Je zit niet zo lekker. We mogen zeker geen stoelen, hè? Oh, dat is echt niet nodig. Deze oefeningen maken je lichaam soepel en geeft ruimte daar waar het nodig is. En het alignment van het bekken krijgt ruim aandacht in mijn lessen. Oké. Onthoud jouw schatje. Misschien moet je eventjes opschrijven. Wacht even hoor. Ja, zo is het beter. Goed. Doel van de lessen is te vertrouwen op jouw innerlijke kracht. De pranayana. De watten. De ademhalingsoefeningen. De asanas. Ja, ananas. Ja, dat weet ik. Helpt de bevalling op de gang. Net als een halve flesje port. Maar ik weet niet hoor, is een beetje te vroeg toch, daarvoor? De asanas, de ontspanningsoefeningen die broodnodig zijn. Ja, hoor je schatje, wij moeten echt goed ontspannen. Oh, nou, hij doet al. Jij bent echt heel goed. Vindt hij lief hoor, dat de opa helemaal is meegekomen met deze yogasessie? Nee, hij is niet de opa, hij is de papa. Maar laat hem maar even liggen, hij heeft hard nodig, heeft hard gewerkt. Ja, maar het gaat hier niet om hem, het gaat om de baby. Om u beiden, hoe u zich toewerkt naar de bevalling toe. Bevalling zelf, ben ik voorbereid? Ja, vast. Ik doe gewoon wat mijn zusters deden. En mijn moeder, en mijn oma. En de moeder van mijn oma. Ja, zij kreeg kindje toen ze was 14 jaar. In Roemenië, wij krijgen kindjes tijdens het spitten van de aardappels en tijdens het mesten van de stallen. Ja, achter een schuurtje of in het bos. En alles ademt dan vanzelf. Als niet iets misgaat natuurlijk, want dan roepen wij de dokter. Oh, toch wel. Zullen wij anders gewoon eventjes met z'n allen heel stil een cappuccino drinken? Nou? Met een appelstaartje. Nee, wij... Ja, ontspan ik altijd heel erg goed van. En ik denk jij ook. Oké? Iemand? Hoe was trouwens de eerste yogales? Ja. Was heel leuk. Dank je wel. Ja? Was het fijn? Ook voor Thomas? Ja, heel fijn. Thomas was heel relaxed. Hele les lang. Heel leuk. Echt leuk. Weet je dat? Dat ik het ook nog eens een keer ergens bij het goede eind heb. Betty, jij moet geen zorgen maken. Je hebt heel vaak goede eindjes. Echt waar, geloof mij maar. Dank je wel. Ja. Weet je wat? Omdat het zo goed bevallen is, ik geef jullie die hele cursus yoga cadeau. Oh ja. Oh. 12 zwangerschapsyoga lessen op diezelfde plek krijgen jullie van mij. Ja, maar... Nee, niks maar. Ik sta erop, echt. Oké. Nogmaals, dankjewel Betty. Niks te danken. Ja.